Teklap en Sykes. Beetje bij beetje dichter bij de goal van Standaard. De schijnbeweging, de voorzet en de kopbal en de goal. Nee, wat een redding van Boudaar. Wat een redding. Maar ook buitenspel, dacht ik. En wordt hier Teklap helemaal vrijgelaten op de flank. Hij kan dan natuurlijk zijn tijd nemen om die voorzet te trappen. Goed gedaan. Dat scheelt echt niet veel als het al buitenspel is. Maar... En dan is het bijna een on-goal. Hij gaat hem nog achter zich gaan halen. Help maar een set. Teklap. 1 tegen 1. Puertas. Ja, de trap. En weer een redding van Boudaar. Yeboah sprinten met Burgess. Burgess weet, hij is sneller. En hij wint het, Yeboah. En hij maakt het af. Nee, tegen de paal. En hier de kans voor O'Neill. Het is Maurice. Ai, 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 ai. Wat een kans, Jill. Als je hem op de paal krijgt, dan krijg je hem ook binnen. Dus niet goed afgewerkt. Sadiki tussen de linies. En nu bal aan de voet, ertussen drijven. Eckhart Ayensa, strafschop. Nee, Laforge gedecideerd. Even vastgehouden, maar misschien net te weinig. Snelle eerste indruk. Goed van Sadiki, hè? Ja, goed van Sadiki. Goede dribbel naar binnen, gevaarlijk. Dit is geen strafschop. En dan wil ik wel zien wat hier gebeurt. Hij heeft een beslissing genomen. Laforge. En laat ons nog even in spanning. Hij gaat op een stip. Gustav Nilsson heeft er 11 binnen liggen in alle competities. En hij zet Union op 1-0. Voorsprong voor de leider. En ja, dat doet toch deugd, want Standaard stond goed. Union had wel wat moeite. En op het medische zit. Gerecupereerd. Stond een beetje te slapen, zowel al zaterdag als O'Neill. Goed van Sadiki en ook Eckhart Ayensa. Teklap nu. En de Walen moet wijken. Teklap. Nilsson. Eckhart is daar. En pakt het fantastisch af. Hele mooie aanval van Union. Dat op 2-0 komt. Wat een mooie voetbal. Standaard hier helemaal oprolt eigenlijk. Dit is wel prachtig van de leider. Maar het begint met die lange bal op Kanga. Hè. Die wordt gewonnen door Sykes. En dan heb je de twee middenvelders van Standaard die niet echt meteen alert zijn en doorduwen of doorduwen. Naar een zeer goede tussenstand bij de rust. Nog een dikke 5 minuten, zoiets. En Stoma dat probeert te antwoorden met Van Heusden. Ja, Kanga en Yeboah en de redding. De topsave van Maurice, nog niet afgelopen, Doumbia. Jeetje, weer een kans voor Stoma. Vrolijk aan het opwarmen voor de wedstrijd. En als je die nog kan inbrengen straks, als de vermoeidheid nog iets groter is bij Standaard. Djinipo, meteen knallen en goed knallen en scoren, Djinipo. Daar is hij. Zijn eerste voor Standaard, Moussa Djinipo. En wie weet, een hele belangrijke. Ja, goed voor de wedstrijd hoor. Het leek er niet naar uit, maar op die manier is het natuurlijk een heel interessante wedstrijd weer aan het worden. Djinipo. Nou, hij heeft een actie, hè. Castromontes toch niet te veel ruimte geven wat hij hier deed. Yeboah. Is niet bang, niet vies van een uitdaging en dat was... En zelfs als zij dan het duel niet winnen, heb je nog altijd de kans om die tweede bal te gaan heroveren. Hier zijn ze, Union. Met een prikje. Eckhart Ayensa. Eindstation is duidelijk. Hier is hij. Amoura in de draai. Boudaar rook het. Zag het. Voorspelde het. Is het verval echt groot? Handige tik wel van Amoura. Wel echt aanwezig ingevallen. Amoura met goesting. En Teklap met de trap. Wat een trap. En wat een redding. Ik dacht al wat een goal te zeggen. En het thuispubliek beseft ook, ze zijn binnen, de 3 punten. Lapoussin, Rasmussen. Et voilà, Laforge maakt er een einde aan de gele brigade.